Nicole Kremers heeft haar verblijf in Thailand afgerond en is teruggekeerd naar huis, waar ze volgens haar advocaat Sebas Dijkstra positieve vooruitgang heeft geboekt. Dijkstra, die Kremers bijstaat in haar juridische strijd tegen haar voormalige partner Peter Gillis, deelde mee aan het ANP dat haar toestand aanzienlijk is verbeterd sinds haar recente therapie in het buitenland. In de afgelopen maand had Dijkstra al laten weten dat Kremers naar het buitenland ging om aan haar persoonlijke ontwikkeling te werken en afstand te nemen van haar verleden. Met de voltooide therapie hoopte Kremers een belangrijk deel van haar emotionele bagage achter zich te kunnen laten. Kremers heeft onthuld dat de relatie met Gillis haar heeft getraumatiseerd, resulterend in posttraumatisch stresssyndroom, PTSS. In een eerder gesprek met Weekblad Party onthulde ze dat de 4,5 jaar durende relatie diepe littekens heeft achtergelaten. Ze heeft nog steeds moeite met slapen, wordt soms midden in de nacht angstig wakker en worstelt met angstaanvallen. Haar verlangen om niet alleen te zijn, heeft haar ertoe gebracht dagelijks gezelschap te zoeken. Tijdens hun relatie was Kremers buitengewoon bang voor Gillis. Hoewel ze erkent dat er enige mate van genegenheid was, was deze niet op een gezonde manier aanwezig. Recentelijk heeft ze aangifte gedaan tegen Gillis wegens meer dan 10 gevallen van mishandeling. Hun contact is volledig verbroken en ze hoopt dat recht zal worden gedaan en dat Gillis de gevolgen van zijn daden zal begrijpen en niet zal ontlopen. Na de indiening van de aangifte tegen Gillis, heeft Kremers zelfs vrees voor haar leven uitgesproken. Voordat ze naar Thailand vertrok, heeft ze volgens geruchten beveiligingsmaatregelen getroffen, omdat ze zich in haar eigen huis niet langer veilig voelde. De politie adviseerde haar om haar woning te verlaten vanwege verdachte en bedreigende situaties waarbij auto's herhaaldelijk door haar straat reden.